is het Zoetermeer Actief Weekoverzicht van maandag 14 december 2015. Met in deze editie: dodelijk ongeval met vrachtwagen in Radonstraat. Wethouder Paalvast reikt certificaat uit aan de bibliotheek. LG Sonic aan de slag tegen de blauwoog in Zoetermeerse Noord-Aplas. Reizigers onwel door vreemde stinkende lucht in Randstad-railvoertuig. En een 40-jarig bestaan van tennisvereniging Meerzicht en koninklijke onderscheiding voor de heer Baptiste. Maandagochtend om 9 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een beknelling in de Radonstraat. Ook het mobiel medisch team werd direct gealarmeerd. Bij aankomst van de hulpdiensten zagen zij een man klem zitten tussen de vrachtwagen en de laadklep. De man, van 47, de bestuurder uit Sint Hubert, is bij het ongeval om het leven gekomen. De technische recherche en het personeel van de forensische opsporing zijn ter plaatse gekomen om verder onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. In de hoofdbibliotheek reikte wethouder Robin Paalvast op dinsdag 8 december aan bibliotheekdirecteur Joke Mos het behaalde kwaliteitscertificaat uit. Iedere 4 jaar worden de dienstverlening en de diverse processen van de bibliotheek onder de loep genomen door een auditteam van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het behaalde certificaat zegt veel over de mate van de kwaliteit en de dienstverlening van de bibliotheek. Joke Mos en haar team van medewerkers van de bibliotheek vieren het opnieuw behalen van een certificaat met een lekker taartje. Het opnieuw behalen van het certificaat zien we als de beloning voor de inzet van al onze medewerkers, aldus Joke Mos. Het oude team was in het bijzonder erg te spreken over de toekomstplannen van de bibliotheek en de goede relatie met de gemeente. Zoetermeer gooit als eerste in Nederland een nieuw wapen in de strijd tegen de blauwoog in de Zoetermeerse Noord-Aplas. Het Zoetermeerse bedrijf LG Sonic pakt het probleem aan met een nieuw systeem dat is gebaseerd op ultrasone geluidsgolven. Het is een van de initiatieven van Zoetermeer die innovatieve technologie volop stimuleert. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt mee aan het project. Het is een hele spannende techniek dit en ook wij zijn erg van de innovatie en de duurzaamheid. Maar we moeten inderdaad nog wel even kijken of het ook werkelijk werkt hier. We hebben al een bewezen techniek, namelijk met bellenschermen, daar ga ik niet te veel over vertellen. Die werkt heel goed, maar die is nou net niet duurzaam, want die heeft ongelooflijk veel energie nodig. Dus dan los je een probleem aan de ene kant op en je creëert meteen weer een nieuw probleem met energie aan de andere kant. Dus we hebben hier grote verwachtingen van, we vinden het heel spannend. We gaan bijdragen in de monitoring in ieder geval. En we zijn, ja, op het moment dat het over duurzaamheid en innovatie gaat, worden we altijd heel Engels en heel hip. We zijn launching customer. Dus met andere woorden, als het hier werkt, dan kan het zomaar op allerlei andere plekken ook werken. Nou, hoe gaaf is dat? De gemeente vindt schoon en veilig zwemwater belangrijk. Blauwalg komt op warme dagen steeds vaker voor in zwemwater en is slecht voor de gezondheid. LG Sonic heeft een milieuvriendelijk systeem ontwikkeld om het algenprobleem te bestrijden. Dit door zonne-energie aangedreven drijvend platform, genaamd de NPC Boei, meet continu de waterkwaliteit om vervolgens ultrasone geluidsgolven op maat uit te zenden. Wethouder Robin Paalvast is blij met de aanpak van de blauwoog door een Zoetermeersbedrijf. Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Toen wij vorig jaar hoorden dat zij de Shell LiveWire Award gewonnen hadden. Ja, toen kwam het bedrijf bovendrijven, zou ik maar zeggen. En hier op de Zoetermeerse Plas hebben we een uitdaging. In de zomervakantie, als het mooi weer is, ziet het hier zwart van de mensen op het strand. Maar na een tijdje helaas ook groen van de blauwoog. En nou, die twee dingen komen dus hier mooi samen. Als wij erin slagen met dit innovatieve systeem die blauwoog de kop in te drukken, dat betekent dat we langer hier kunnen genieten op het strand en van het water. Wij vroegen aan directeur Youssef van LG Sonic wat precies de aanpak wordt. Wat we gaan doen, in het vorig jaar gaan we 4 van deze boeien in de Noord-Aa zetten. Op die manier kunnen we heel veel data verzamelen over de waterkwaliteit. Om vervolgens ook de waterkwaliteit te verbeteren door middel van ultrasongeluid. En dat gaat schelen voor de blauwoog in het water? Ja, ja, de uiteindelijke doel is om de blauwe algenproblematiek die wij ieder jaar maar terugzien in Zoetermeer, om die te elimineren. Maar dat is een proces. We beginnen eerst met het reduceren van de algen en we helpen ons zo iedere keer de waterkwaliteit jaar bij jaar te verbeteren.
Het is de eerste recreatiemier die wij in Nederland aan het doen zijn. Maar wereldwijd hebben we ook heel veel drinkwatermieren behandeld. Onder andere in Amerika, Japan, Canada, Colombia. Zo, wij zitten wel vrij breed en over de hele wereld. Wanneer gaat de boei echt in het water? Wij hopen in februari de 4 boeien te installeren. Want dit is een testmodel. Hoe groot is het echte boei? Dat is een schaalmodel en het echte boei dat is ongeveer 2,5 meter breed. Vrijdagmiddag werd in de Randstadrail een onbekend voorwerp aangetroffen, waarvan vermoedelijk een vreemde lucht afkomstig was. 2 mensen zijn door de lucht onwel geworden. Zij zijn nagekeken en behandeld in de ter plaatse gekomen ambulance. Omdat het mogelijk een gevaarlijke stof kon zijn, is ook de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plaatse gekomen. Een medewerker van bureau Wapens, Explosieven en Narcotica van de politie heeft het onbekende voorwerp en enkele kranten meegenomen om onderzoek te doen. Perron 6 van station Zoetermeer Centrum West, waar het voertuig stond, was tijdelijk afgesloten. Het tramverkeer kon gewoon doorgaan. Zaterdag vierde de tennisvereniging Meerzicht hun 40-jarig bestaan. Hiervoor was de burgemeester naar de tennishal gekomen om de tenniskliniek die werd gehouden te openen door de eerste bal te slaan met Robin Haase. Yes. Tijdens de kliniek met de kinderen ging de burgemeester naar de kantine om de eerste oprichter en de vrijwilligers van de tennisclub te feliciteren met het jubileum. Er was echter nog een verrassing. De heer Baptiste, oprichter van de 50PLUS tennis en al meer dan 25 jaar vrijwilliger, kreeg door de burgemeester een koninklijke onderscheiding opgespeld. En dan is het zo dat het ook goed is dat voor uw inzet, uw toewijding en uw enorme betrokkenheid, waardering, niet alleen bestaat, maar ook getoond wordt. U krijgt dus heel veel lof daarvoor. En vandaag ook wel op een heel bijzondere wijze, dat klinkt misschien vaag, en je denkt, wat gaat hij nou doen? Maar daarom zal ik maar duidelijk zijn met de volgende officiële mededeling. Meneer Baptiste, het is mij eer en genoegen te kunnen zeggen dat op grond van uw belangeloze inzet voor de samenleving, in het algemeen, en in het bijzonder voor deze tennisclub, dit tenniscentrum, Ritsclub Marionhoeve en de Vereniging van Eigenaren van Appartementengebouw Mercurius, het Zijne Majesteit de Koning heeft waagd u, Harold Ivan Baptiste, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het is mij een groot genoegen om u de koninklijke onderscheiding te gaan bespelen. Wij vroegen aan de heer Baptiste of hij verrast was. Ik was alom verrast, moet ik eerlijk zeggen. Want er is van alles gebeurd, maar ik wist hier absoluut niets van. Meneer, had u wat door dat er wat ging gebeuren? Tot vandaag heb ik er niets van gemerkt. Pas toen mij gedelegeerd werd om op die stoel te gaan zitten. Ja, toen dacht ik, nou, er komt misschien iets van een oorkonde of zoiets, omdat de burgemeester erbij staat. Maar dat tot dit zou komen, dat had ik echt niet verwacht. Ik begrijp, u bent al 25 jaar vrijwilliger op die diverse activiteiten. Ja, zowel in Den Haag al jaren bij de Bridge Club Mariehoeve. En ik heb bijna alle tennisbanen in Den Haag gehad, behalve 2. En voor de rest ben ik hier naartoe gekomen nadat ik namelijk in Park Leeuwenberg beëindigd had, afdeling Den Haag dan. En samen met Ruud van Hoogdalem heb ik het toen bij het tenniscentrum Meerzicht hier geopperd. Zullen we namelijk niet eens een keertje iets met de 50-plussers doen? Nou, dat was een goed idee. En ik moet eerlijk zeggen, niet dankzij mij alleen, maar dankzij hem is het zover gekomen dat we namelijk al deze jaren heel goed draaien. En het is heel mooi, want het geeft een zekere band onderling. Er zijn zelfs een stel ontstaan uit het een en ander. En je kan alleen op deze manier vriendelijk met elkaar omgaan en zeggen elkaar waarderen in alle opzichten. En wat de VVE Mercurius hier aan de Europaweg betreft, ook een fantastische tijd gehad en de prachtige buren nog altijd. Ja. En nu het 40 jaar bestaan van de tennisvereniging Meerzicht? Nou, dat ga ik niet anders zeggen, onderschrijven als zijnde, net zoals de burgemeester per ongeluk liet vallen van het dak kan eraf vanavond. Nou,
dat moet een keertje gebeuren. Maar wij staan er volledig achter dat zo'n situatie als hier, zowel voor buiten drie banen en binnen drie banen, het is de moeite waard om te tennissen op je leeftijd. Mensen van, we hebben drie mensen van over de 80 en die doen nog hartstikke goed mee. Het is niet een slome tennissen, dat zeker niet. Ruud spant zich ook in, de eigenaar van Tenniscentrum Meerzicht. Ook voor de G-tennis heb ik dit jaar ook voor het eerst mogen meemaken. En dat is fantastisch om die mensen die met een beperking toch hun plezier kunnen beleven. Onder andere aan tennissen. En hij doet ook aan softball en baseball binnen. Ik moet eerlijk zeggen, alle lof aan hem ook. Nou, ter gelegenheid van 40 jaar bestaan, zien we Robin Hazen hier achter ons met de jeugd om een kliniek te geven. Nou, Robin Hazen, die maken we elke winter door. Als hij namelijk thuis is, tenminste. En daar genieten we van. En aanvankelijk was het zo, wij hoorden alleen de cadans van de ballen. En probeerden ons eigen spel te spelen. Maar stopten wij gewoon om zijn manier van tennissen te bekijken. Maar zoals ze tegenwoordig tennissen, zo hebben wij nooit leren tennissen. Maar we doen ons best om het toch zover te brengen dat we in ieder geval zo hoog mogelijk kunnen spelen. Want zoals u weet, in Nederland is ook een 80-plussers club. En die doen het nog steeds fantastisch. Robin, mag ik jou even erbij vragen? Heel eventjes. Dankzij Robin is deze middag een geslaagde middag, mag ik zeggen, tot nu toe. Robin, je was er niet bij, maar ik werd gehonoreerd vanmiddag met eremedaille. Kijk eens aan. En ik ben blij je altijd te zien hier op de baan te zien, samen met je andere wereldsterren uit Nederland. Nou, gefeliciteerd dan. Ja, dankjewel. Ja, mooi. Robin, ik neem aan dat jij hier, begreep ik net van meneer Baptiste, de hele winter traint? Ja, ik ben natuurlijk maar heel kort hier in Nederland. En dit is de periode waar je inderdaad in traint. En dan train ik af en toe hier in Zoetermeer. Dat doe ik al jaren. En dat is echt een beetje een thuisplek. Dus dat is hartstikke leuk. En af en toe train ik natuurlijk ook ergens anders. Zo reis ik altijd vroeg naar bijvoorbeeld Dubai. Heel anders natuurlijk dan Zoetermeer. Maar ik vermaak me hier altijd erg goed. Dit was het Zoetermeer Actief Weekoverzicht van deze week. Graag tot de volgende keer.